Dit is Kim. Kim is een op het oog gezonde vrouw van 47 die werkt als administratief medewerkster. Kim heeft een aangeboren hartafwijking. Op jonge leeftijd viel al op dat Kim moeite had om mee te komen met haar leeftijdsgenoten. Ze was sneller moe en buiten adem. Bij controle bij de cardioloog bleek dat zij een gaatje had in haar hartkamers. Op 17-jarige leeftijd is Kim geopereerd, waarbij de opening tussen de hartkamers is gesloten. De cardioloog vertelde haar toen dat ze door het sluiten nu genezen was. De cardioloog waar zij toen onder behandeling was, is inmiddels met pensioen. Dus daar kan ze niet meer terecht met haar vragen. De laatste maanden voelt Kim zich weer sneller moe en is vaker buiten adem. Omdat ze de signalen herkent, besluit ze naar de huisarts te gaan. De huisarts noteert de klachten, luistert naar haar hart en knikt instemmend. Maar na deze eerste onderzoeken weet men niet tot een duidelijke diagnose te komen. De huisarts en Kim spreken af dat ze het verloop nauwlettend in de gaten houden en dat ze gelijk moet bellen wanneer de klachten verslechteren. Ondertussen blijven de symptomen aanhouden en wordt de kortademigheid heviger. Kim begint zich nu echt slecht en ziek te voelen. Na een fase van observatie door de huisarts, die meer dan 6 maanden heeft geduurd, wordt besloten Kim te verwijzen naar de cardioloog. Ze vertelt opnieuw over de klachten. Eerst mild, nu aanzienlijk verslechterd en haar geschiedenis van een gecorrigeerde aangeboren hartafwijking en dat ze zich nu toch wel zorgen begint te maken. Ze is toch nog veel te jong om fysiek zo af te takelen? Ook de cardioloog komt na het nodige onderzoek niet tot een sluitende diagnose. En Kim komt weer terug onder toezicht van de huisarts. Weer 4 maanden gaan voorbij en Kims toestand gaat steeds verder achteruit. Zelfs de trap oplopen, iets wat ze vroeger bijna altijd met 2 treden tegelijk deed, vormt nu een uitdaging waarnaar ze behoorlijk buiten adem is. Kim en haar huisarts concluderen dat het zo echt niet verder kan en ze wordt wederom verwezen naar een specialist. Deze keer de cardioloog in een PH-expertcenter, doordat ze inmiddels ook pijn in de borst ervaart en vorige week zelfs uit het niets is flauwgevallen. In het expertcenter wordt na een nieuwe reeks van onderzoeken dan eindelijk de diagnose gesteld. PAH, oftewel pulmonale arteriële hypertensie, een progressief dodelijke aandoening. Ondanks de slechte prognose is Kim opgelucht dat ze nu eindelijk weet waar ze aan toe is en dat gesloten niet altijd genezen betekent. Er kan gestart worden met gerichte behandeling en ze kan eindelijk aan haar familie en vrienden uitleggen wat er aan de hand is. Al die vage klachten van de voorbije jaren waren gegrond. Ze is echt ziek. Vanaf de eerste symptomen tot het moment van diagnose is inmiddels meer dan 2 jaar verstreken. Een tijd van onzekerheid en veelal blijvende achteruitgang in het ziektebeeld en kwaliteit van leven.